Jeetje, wat is het een drama om zonder stroom te zitten. Ik kom er gelijk niet meer van uit mijn woorden. Goedemorgen. Het is woensdag. En ik ben van school onderweg naar de garage. Het is mijn laatste garageafspraak. Het was ook de laatste dag vroeg opstaan en dan 5 dagen lekker uitslapen. Heerlijk. Ze gaan vandaag de steenslagstrips op mijn auto plaatsen. Dat is na het spuiten van die schade. En ze zijn hier leuk op de weg bezig, dus... Pas er net doorheen. Dan die strips erop. Dat kon niet eerder, omdat de lak van de schade moest uitharden. Dat is natuurlijk nadat die auto tegen mijn auto was aangereden. En dan ben ik garage klaar. Ik ben zo blij dat ik even garage klaar ben. Want ik ben het zo zat. Door al die lange wachttijden en lange leeftijden. Dat ik zo verschrikkelijk veel en vaak en verdeeld naar de garage heb gemoeten. En dan ben ik voorlopig klaar. Dus alsjeblieft, niemand rijdt tegen mijn auto aan of iets. Hij is gekeurd, alles werkt. Dus zolang niemand schade maakt. En er niks kapot gaat. Zou ik voorlopig goed moeten zitten. Dus daar hoop ik zo verschrikkelijk op nu. Dan krijg ik weer een stukje van mijn leven terug. Zo, ik ben er. Ik heb een lekker bakje thee. Het is een wachtafspraak. Het zou zo klaar moeten zijn. En dan ben ik klaar. Ik heb er zo'n zin in. En dan zou ik even boodschappen doen. Ook moet de ouders echt nog verzinnen wat ik wil gaan halen. Ik heb altijd een lijst en dat heb ik nu niet. Dat ga ik even doen. It's just the way you are. Zo fijn. Kom ik thuis. Ik heb mijn koelkast open om alles weg te zetten. Zie ik dat er geen stroom op staat. Maar in mijn stoppenkast gekeken. De stroom is er gewoon vanaf. Echt top. Dan zag ik wel net toen ik uit de auto kwam dat ze in de straat bezig waren. Dus ik denk wel dat het daarmee te maken heeft. Nou, ik moet het nou toch in de koelkast zetten. Dus die is dan daarna gelijk helemaal niet meer koud. Dus ik bouw hier echt wel een beetje van. Dus ik hoop maar dat al mijn spullen goed blijven. Want echt, ik ben echt altijd heel erg op die bederf. Dat vind ik helemaal niks. Dus me not so happy. Even zo snel mogelijk. En ik kom echt thuis. Ik denk, oh, ik moet nieuwe medicatie voor Mimo halen. En dat wilde ik gelijk doen. En dan ben je onderweg en dan denk je er niet aan. Dus ik ga zo even bellen of ze hem op voorraad hebben. Want morgen zijn ze dicht. Want dan is het hele waard. Dus ja, ik moet eigenlijk al vandaag. Ja, ik moest net uitkomen. Maar als ik het dan weer vergeten, zit ik wel echt zonder. Dus liever vandaag. Dus zomaar even gelijk bellen. Ik ben blij dat ik mijn telefoon vanochtend heb opgeladen. Want als ze leeg zou zijn, kon ik hem nu niet opladen. Kon ik niet bellen. Oké, afspraak gemaakt om medicijnen op te halen. Ik bel altijd als ze het op voorraad hebben. Want dat is niet altijd zo. Maar het moest nu wel op afspraak afgehaald worden. Ja. Terwijl je loopt naar binnen en je haalt het weer naar buiten. En ik moest nieuwe shampoo en conditioner. En ik wilde heel graag siliconenvrije shampoo gaan proberen. Want daar hoor ik altijd goede dingen over. Dus ik heb nu deze van Love Beauty and Planet. Dit is de Sea Butter Sandalwood Oil Happy and Hydrated Shampoo. Die is vegan, dus deze. En daar heb ik dus ook de conditioner van. En als mijn shampoo op is, en dat is die bijna, ga ik het proberen. Ik moet zeggen, hij heeft een... Ik vind hem heel lekker ruiken. Hij ruikt een beetje als een zachte body butter. Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb echt nog nooit deze shampoo geprobeerd.
Maar ik hoor gewoon zoveel goede dingen als je siliconenvrij je haar gaat wassen en conditioner gaat gebruiken. Dus ik ben heel erg benieuwd. En je had er van Love Beauty and Planet had je nog verschillende in de lijn. Ik dacht dat deze wel Happy and Hydrated, dat dat wel de beste zou zijn voor mijn haar. Omdat mijn haar af en toe best wel droog is. En anders ga ik andere daarvan proberen als ik het wat vind. Ik gebruik nu eigenlijk altijd John Frieda. Want ik ben best wel zo, als ik dan een merk heb, dat ik dat meestal gebruik. Maar ik denk, ja, ik ga toch eens even kijken of ik dit beter vind. Jeetje, wat is het een drama om zonder stroom te zitten. Ik kom er gelijk niet meer van uit mijn woorden. Denk ik, oh, ik ga thee zitten. Denk ik, oh nee, kan niet. Dacht ik, oh, ik ga een wasje draaien. Oh nee, kan niet. Stofzuigen, kan niet. Vaatwasser aanzetten, kan niet. Radio aanzetten, kan niet. Echt. En toen hoorde ik dat er een brief was geweest en ik lees altijd allemaal post en die brief heeft mij schijnbaar overgeslagen. Want dat soort dingen noteer ik altijd in mijn agenda of op de kalender. Ik ben het wel, want mijn batterij van mijn telefoon was ook echt bijna leeg. Dus daar kon ik ook niet veel meer op. Dus ik ben er net heel snel naar Denise gerend en daar heb ik mijn telefoon opgeladen. Alleen ik had een beetje haast, zeg maar. Dus ik had mijn sleutel gepakt en mijn telefoon, mijn oplader en ik had verder niks bij me. Het was best wel gezellig, want Lola was vrij vandaag van school, dus die was thuis en haar vriendinnetje kwam ook. Ze waren met z'n vieren en het was gewoon gezellig en grappig en lachen. En toen had ik weer een volle batterij. Dus nu weer thuis en ik heb net iets meer dan een uurtje. Waarin ik dus bijna niks kan. Ik ga even zien wat ik wel kan. Ik denk dat ik de was en zo wel vast klaarzet. En dan mag ik zeggen alweer opgaan van school. Dan gaan we gelijk natuurlijk naar de dierenarts om de medicijnen op te halen. En ja, dan is mijn dag dus eigenlijk bijna voorbij. En heb ik echt gewoon geen piep kunnen doen. Nou echt, wat een timing. Ik sta dus in mijn tas te doen om de deur uit te gaan. En ik hoor echt pling, 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 pling. Stroom gaat aan. Echt denk ik had het 10 minuten eerder gedaan. Want ik nog alles kunnen aanzetten. En dat ga ik gewoon nu niet meer redden. Dus richting school en richting dierenarts nu. Oh, zo vervelend. Ik heb de medicatie dus net opgehaald. En nu kan ik, die heb ik hier. Nu kan ik mijn zonnebril niet vinden. Met die tas weer leeg. Mama, daar. Kijk boven. Nee, kijk maar, want ik had hem weer naar binnen genomen. Dus daar zit hij niet in. Ah! Oh, hier. Hebben. Dus we kunnen naar huis. En dan zijn we er klaar mee voor vandaag om de deur uit te gaan. En dan kan ik alles in gaan halen wat ik net niet heb kunnen doen. Zo stom. Ik ben dus heel de tijd bezig geweest net in huis. En ik kon vandaag natuurlijk geen thee drinken. Dus toen was ik weer begonnen aan deze. Dit is echt de allerlekkerste siroop ever. En dan echt van Albert Heijn eigen merk. Dan is die gewoon het allerlekkerste. En daar was ik dus weer aan begonnen om die dan maar te drinken. Want alleen maar water, dat komt me ook mijn strot uit. En nu kan ik dus een thee drinken. Maar dan zit ik dus helemaal in toen mijn siroop. En nu ga ik dus weer siroop maken. Dus ik heb gelijk weer een nieuwe tik. Oh. Echt best ever. Zo verschrikkelijk blij dat ik even weer uit kan gaan slapen. En ik wil ook echt gebruik ervan gaan maken. Wel stom, want nu is het avond en ik voel me weer het energiekst. Dus ik ga nu even al mijn bakken legen en de keuken even schoonmaken en alles. Overdag ben ik niet vooruit te slepen en in de avond heb ik altijd zin om alles te doen, echt. Oh, mijn keuken is weer schoon. Ik heb nog heel even tv gekeken. En nu wil ik lekker slapen. Dus, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje achter te laten en je te abonneren op mijn kanaal. Als je dat natuurlijk nog niet gedaan hebt. En dan hoop ik je heel graag morgen weer te zien. Doei doei!